Meer betaalbare huizen, meer bomen en afschaffing van de hondenbelasting. Dat zijn pas drie van de vele plannen van de nieuwe coalitie in Nijmegen. Het akkoord werd donderdag gepresenteerd in de Winkelsteeg, een gebied waar de komende jaren flink in geïnvesteerd wordt. We zijn in de Winkelsteeg omdat dat een van de grote gebieden is in de stad waar we aan het bouwen zijn. Iedereen kent natuurlijk het Nijmegen Noord en de Waalsprong zoals dat heet, het Waalfront rond de honingfabriek. Het stationsgebied gaan we heel veel doen en de Winkelsteeg is ook zo'n enorm gebied waar we in de komende tot 2040 heel veel woningen willen toevoegen. Maar ook juist een nieuwe combinatie maken tussen wonen, meer banen toevoegen, maar ook een verbinding maken tussen bestaande delen van de stad zoals Haten, Dukenburg, Goffert en eigenlijk die hele verbinding. En dat staat eigenlijk allemaal, komt dat hier wat we willen in de Winkelsteeg op een mooie manier samen. En daarom dachten we, dan gaan we die presentatie ook hier doen. De onderhandelaars van GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 hadden ieder zo hun eigen redenen om trots te zijn op het bereikte akkoord. Waar ik vooral trots op ben, is het, dat het dus, het is geen akkoord geworden waar we mensen dingen verplichten. Daar zijn we toch wel heel erg allergisch voor. Het is vooral een akkoord geworden waar we op alle fronten mensen meenemen in een bepaald beleid. Waar ik het meest trots op ben is denk ik wel het betaalbaar wonen. We hebben natuurlijk een enorme uitdaging om genoeg betaalbare woningen te bouwen in de stad. En daar zijn we al heel hard mee bezig, maar je ziet gewoon dat je daar in moet investeren om dat ook echt voor elkaar te krijgen. Ik denk dat we met dit akkoord echt laten zien dat we de grote crisis van deze tijd serieus nemen. De wooncrisis. Ervoor zorgen dat mensen een betaalbare woning kunnen krijgen in deze stad. Maar zeker ook de energiecrisis. Je ziet dat mensen echt het water aan de lippen staat en dat ze hun energierekening niet meer kunnen betalen. Daar moeten we nu iets mee. De partijen organiseerden in aanloop naar het akkoord zogenaamde stadsgesprekken. En het is de bedoeling dat de komende vier jaar veel vaker Nijmegenaren kunnen meepraten over het beleid. En dan niet alleen de mensen die de weg naar het stadhuis toch al weten te vinden. We hebben bijvoorbeeld, als ik kijk naar die stadsgesprekken, er heel bewust voor gekomen om gewoon willekeurig ook mensen een brief te sturen en ze uit te nodigen. En het was wel heel grappig dat op twee avonden er toch 2 keer 10 mensen aanwezig waren die zoiets hadden van, hey, ik voel me uitgenodigd en ik ga komen. Dat zou een van de manieren kunnen zijn om ook die, die mensen die zich altijd melden, die zijn natuurlijk altijd ook welkom. Maar om juist ook die mensen te bereiken die normaal gesproken niet komen, dan zul je dit soort instrumenten bijvoorbeeld op in kunnen zetten.